Maar ik heb mijn pakje al uitgepakt. Ja, en dat was deze jonge dame. Nou, en ik heb daar alweer wat hangen. Iedereen kent dat wel. Je kan elkaar daaronder een kusje geven. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer een donderdag en we leven op 5 december. Het is vandaag Sinterklaasdag. Ja, Sinterklaas is vandaag jarig. Vanavond voor iedereen, pakjesavond, maar ik heb mijn pakje al uitgepakt. Ja, en dat was deze jonge dame met haar toebehorenen. Ja, en dat was ook tevens mijn kerstcadeau. Ja, ja, en ik ben er super blij mee. Ja, ze doet het geweldig. Ja. Er gebeuren wel eens ongelukjes. Maar ja, dan word ik niet kwaad om. Dan ben ik bij wijze van spreken vannacht. Ik ben met haar uit geweest voordat ik naar bed ging. Ze had alles gedaan, maar toch, ze had wat op het matje voor de voordeur neergelegd. Hé? Ja, en nou, dat loopt te rapen en klos het papier door de zee weg. Helemaal niet erg, nee. Dat zijn gewoon ongelukjes, weet je. Ze piept ook niet. Ik heb er niet horen piepen of wat ook van vrouwtje, ik moet eruit. Ja, en ik weet ook niet eens niet of ze dat überhaupt wel doet. Want ze gaat bij de deur zitten en dan laat ik er ook uit, weet je. Dus ja, ze piept 1, 2, 3 niet zo. Ik moet het nog eens een keer even aan Karin vragen. Die heeft er ook anderhalve dag gehad. Maar oké, ik ga vandaag, wat gaan we vandaag doen? Weet jij het? Ja, vrouwtje wel, jij blijft even alleen nog thuis. Ik moet even naar de bloemist. Ja, ik moet takken halen, ja, en mijn booster komt naar binnen. Want daar staat een kerstboom in die zak en die wil ik aan mijn booster weer vastbinden. Dus ja, druk, maar ik ga eerst even een lekker bakje koffie doen. Ook heb ik op advies van Karin macaroni gekookt. Macaroni denk je dan? Ja, lekker hè? Ja, vind ik ook lekker. Maar, kijk, door het eten heen van mijn beestje. Hé, ja. Maar ze had al wat gegeten, want ja, macaroni dat moet eerst nog natuurlijk koken en gaar worden, et cetera. Hé, hier hoor hè. Daar hoor hè, lekker hè. Of niet dan? Maar in ieder geval, dat heb ik klaargemaakt voor haar en ze heeft al een stukje macaroni geproefd en dat heeft ze opgegeten, dus ze zal het wel lusten. Hé, meisje lief, ja. Oh, en dan kun je tenminste eten wanneer ze zin hebt, hè? Ja. Altijd klaarzetten, nooit niet op etenstijd, nee, ze moet zelf kunnen eten wanneer ze eten willen. Hé, ja, vind ik ook hoor. Wij kunnen jullie niet dwingen van je moet nu eten en straks is het over. Nee, doen we niet. Hé, zelf weten wanneer we eten willen. En ze weet tenminste ook te stoppen. Ze eet en als ze niet meer wil, dan eet ze ook niet meer. Ja, ze heeft me zo veel maaginhoud en dan is het over. Nou ja, dat was die zit daar al in. Maar dat kon er dus niet meer bij. Nou ja, de volgende ronde hoor. Ja, en anders doe ik het wel met de hand. Maar ik heb een pleister op mijn duim. Mijn nagel is zodanig uitgescheurd op die hoek dat mijn vlees is meegegaan. Dat is niet lekker. Nee, echt niet. Echt niet. Wat moet je nou? Ja, mijn knie is niet een bonk. Dus daar kan je niet in bijten. Nee. En dat is mijn horloge, mag je ook niet in bijten. Hé? Meentje lief? Was je het weer? Lekker ding. Maar oké, ik kan niet eens iets fatsoenlijk vloggen hier. Wijfie. Hé? Ja, zus. Nee, we gaan daar ook niet ruiken, dat vind ik ook niet fijn. Nee. Dat doen we niet aan mee. Ja, bijten jouw eigen poot. Hier in je eigen poot bijten. Kijk of je dat zo lekker vindt. Ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Het is hier grijs en grauw.
maar geen mist van betekenis, waar ze het wel over hadden. Ik vond het weer wat ik op mijn telefoon binnenkreeg heel erg leuk. Helemaal in dichtvorm. Ik heb me rot gelachen. Ja, hoe het ging weet ik dus niet meer, maar ik heb me rot gelachen. Echt. Wacht even, ja, ik heb het niet weggeduwd, geloof ik. Zo leuk. Zo'n klein, als ik het nog heb, nog een klein stukje voorlezen ervan. Nee, het is weg. Ja, nou ja, jammer dan. Ja, kan er ook niks aan doen. Maar in ieder geval, het was helemaal in dichtvorm. Het was van de weerpiet. Nou, hartstikke leuk. Ja, toch? Ja, moet ik om lachen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later vandaag. Doei, doei. Kom dan. Hier, happy. Kom dan. Ewin ook eten. Jij eten? Nee, hier. Happy doen. Doe maar. Niet naar Ewin, dat mag niet. Jij bent lief. Jij bent grote meid. Als je nou ook gaat eten, zoals net. Nee, we gaan niet naar Ewin. Ik ben de scheiding. Nee. Nee. Ewin moet ook eten. Rijka, er eten is hier. Kijk, hier. Goed zo, grote meid. Goed zo. Lekker. Ja, lekker. Ja, en Gandalf die is somewhere buiten. Ik zei, oh, ze is aan het water drinken. Grote meid. Nou, en ik heb daar alweer wat hangen. Iedereen kent dat wel. Je kan elkaar daaronder een kusje geven. Ja, ja. Van wie dan ook. Maakt niet uit. Gewoon een kusje. Ja. En ik heb hier ook heel wat liggen. Een hele bos. Ja, daar ga ik weer straks mee aan de gang. Maar ik moet eerst scheidsrechter spelen. Maar waar ze nou weer is, weet ik niet. Nee, daar is ze niet. Ze is er helemaal niet. Onder de tafel. Ook niet. Of wel? Nee, ook niet. Waar ben jij, kleine meid? Oh, daar. Kijk dan. Hey, malle meid. Hey. Hey, groot, hè? Oh, die is flink, hè? Ze is vandaag alleen geweest. Ja. Helemaal in de uppie. Ik had Ewin achter de deur en ze was helemaal alleenig hier. Hé? En ze had er goed gedragen. Dus ze is een hele grote meid. Ja, en op de terugweg, toen kwam ik een lieftallige vriendin, surrogaatzusje van me tegen. Wilma genaamd, die al een paar keer eerder in het verleden in een vlog geweest is. En die heb ik meegenomen. Ja, en die heeft haar ook gezien. En welkom geheten in ons midden. Hè? Ja. Dag, dag. Dag, dag. Nou, Ewin die is klaar met eten. Ja, nou. Eens even zien wat we nou gaan beleven. Want meestal is het zo dat madameke Rijka, waar is ze nou? Oh, daar. Jee, mag er niet. Deugt niet. Kijk, daar is jouw eten. Nee, dat mag niet. Dat is van Ewin. Dat ruim ik op. Dat krijg jij niet. Nee, nee, kleine dame. Nee, nee, dat feest gaat niet door. Zo, nou, het kan wel, ja, die moet nog komen om te eten. Dus daar komt een schoteltje op. Die zijn eten, die staat daar. Nou, een schoteltje pakken. Hup. Erop. En dan krijgt hij het wel wanneer hij weer terugkomt. En die ging nogal laat naar buiten. Dus ja, komt hij ook later naar binnen. En ik ga nou een bakje koffie doen. Daarna denk ik dat ik een bakje noedels ga doen. En dan moet de tafel weer helemaal leeg.
Dan komt er nog een andere zuil er even overheen voor nood. Ja, wat moet je? En dan ga ik met die takken aan de gang, gaan ik versieren. Ja, en dan komt er hier omheen te hangen. En daar om de hoek, ja, ik kan niet rijden, ga weg. Goed zo. Doe maar. Die komt daar weer te hangen. Ja. En ik moet even zien hoe ik het met de verlichting moet hebben, want dat weet ik niet. Nee. Dat zien we wel als ik zover ben. Want ik moet het wel allemaal met de AB kunnen doen. Dus ja, hoe ik het vorig jaar had, weet ik niet meer. Want zoals dat snoertje, die doet het niet eens. Die brandt niet eens. Dus ja, misschien is die stuk, misschien niet. Ik weet het niet, dat moet ik bekijken. Ja, en ik had de trap al opgeruimd. Wat ben ik dom? Nou ja, komt goed. Trap is ook weer te pakken. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. Ik ben vandaag niet vaak online geweest, omdat er andere doeleinden stonden die ik wou realiseren. En dan krijg je ook nog de visite even. En ook weer met Karen lekker even een telefoon zitten te harnessen. Hé, ja, ja. Dus ja, komt allemaal goed. Ik ga verder. Ik ga een bak koffie doen, want daar heb ik zin in. Ook mijn booster heb ik binnen gehad. Daar zit de kerstboom ook al op. Dus ben klaar wat dat er gaat. Nou wil vrouwtje even koffie maken. Mag dat? Of mag dat niet? Ik dacht het van niet, hè? Als ik jou zo bekijk. Nee? Kom maar. Gaan we doen. Wat gaan we doen? Kom. Eten. Gaan we doen. Eten. Kijk hier. Oh, dat is lekker. Ja, dat is lekker. Maar oké, ik zou zeggen een hele fijne, liefdevolle avond. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben toch maar weer even retour gekomen, want ik ben net klaar met mijn werkzaamheden. Hier in huis, de vloer moet nog wel gedaan worden, maar morgen komt toch Rebecca. En ze moet langer blijven, omdat ze de hele week nog niet geweest is. Dus ja, ze moet die hele vloer even goed schoonmaken, want het ziet er niet uit. Maar ik ben druk bezig geweest. En dat is zo een snoepie van mij, daar ben ik zo trots op. Ze heeft mij gewoon mijn werk laten doen, ja. Nou, ten eerste, die hakken laten zien. Daar mag je elkaar een kusje onder geven. Ik denk dat jullie die wel zagen. Maar dan hangt daar weer een bos met takken aan de muur. Het is een beetje kleiner dan ik gewend ben. Maar ja, de takken waren niet langer. De verlichting gaat op batterij, deze. Daar baal ik als een stekker van, want ik heb liever elektriciteit. Want dit vreet batterijen. Ja, vooral als je het iedere avond aan wilt hebben. Dus ja, dat vind ik een beetje zonde. Maar ja, het is niet anders. Maar hij is wel weer mooi. Ook daarboven, ja, dat is ook nou eenmaal kleiner dan ik gewend ben. Maar daar hangt weer een ander soort. En die is ook super mooi, ondanks dat die kleiner is. Ja. Nou, moet ik even buiten nog. Ik heb nog takken leggen. Die liggen daar nog steeds in de keuken op de grond. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Daarom rij ik al dichterbij. Ja, dus daar ga ik morgen mee aan. Dan ga ik dus voor buiten. Voor natuurlijk op de tafel en aan de moestuin, de kooi. Ja, en ik zit er toch aan te denken omdat weg te laten halen door wie dan ook en dan daar ook tegels en dan hang ik het kerststuk dan tegen die schutting aan. Ja, wel zo gemakkelijk ook, want ik doe helemaal niks met die moestuin. Nou, we halen maar weg. Ja, kom hem maar halen. Als je hem zelf weghaalt, mag je hem gratis hebben. Krijg je er nog een bak koffie erbij ook. Hoe vind je die? Ja, het heeft ons lood gekost, het heeft ons een hoop werk gekost. Althans, mijn man, en dat met zijn spierziekte, hij heeft het helemaal zelf opgebouwd. Net zo min als die aardbeientoren. Nou ja, hij is niet afgekomen, helaas. Maar hij valt af te maken, ja.
bedoel, geef het een... herstel het allemaal even wat een beetje verweerd is en het is verder allemaal nog goed. Nou, en dan de laatste plank erbij in. Als je de aarde erbij in hebt gedaan, dan kun je allemaal aardbeienplantjes erin kweken op een kleine ruimte. Het is zelfs op een balkon. Dus woon je in een flat en je wil aardbeien kweken, nou, dan kom dat ding halen. Als je een lift hebt, nou, dan heen je hem zo boven. Ja, daarom. Waar is ze nou? Oh, daar. Bij de bonk is ze weer. En ik ben zo trots op haar. Zo trots. Ik ben een aantal keren boven geweest. Ik heb er niet gehoord. Niks. Dus ze doet het goed. Ze doet het heel goed. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga een bakje koffie maken. Ik ben er wel aan toe. Ik zit weer in een huisje met licht. Kijk, dat lijkt wel een hart. Zien jullie dat? Het lijkt net een hart achter mij. Ja, vind ik wel leuk. Vind ik leuk. Ja. Er roept er nog een, waar ben je dan? Oh, daar op de stoel. Ja, die wil natuurlijk ook aandacht. Hallo, kleine meid. Prinsesje. Nou heb ik twee prinsesjes eigenlijk, want ze zijn allebei een beauty. Ja, ze zijn allebei prachtig. Ja, ik krijg niks anders dan positieve commentaar dat zij, Rijka, dus prachtig mooi is. Ja, met haar kom ik buiten, met Ewie niet. Maar ja, degene die over de vloer komen, die vinden haar een prachtig mooi beestje. Maar Kandalf, die vinden ze ook mooi, want ze dachten dat Kandalf een zoon van haar was. Nou, echt niet. Maar ja, omdat hij hetzelfde kopje heeft en diezelfde oortjes in zijn spits. Ja, oké, okay, misschien was zijn ouders ook wel zo, maar dan een ander kleurtje. Maar... Nee, het is, zij heeft nooit geen jonkies gehad. Nee. Nee, hebben we niet gedaan. Maar oké, okay, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. En ik zou zeggen, verlaten wel het rustig slaapplekken met de mooiste dromen. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.